vind het wel interessant. Nu al? Maar ja, nee, omdat ja, zo de gsm van iemand die de ochtend doet, die de show heeft, die mee moet zijn met van alles. Wat hoop je dat erin zit? Ja, sowieso goede muziek op het einde, denk ik. En ik bedoel, van die goede alternatieven. Ah ja, oké. Okay. Waar ik mij mee kan profileren. Voilà. Ja. Hey, ik ben Sander en ik maak een podcast. Elke week duik ik in de gsm van een tv. Zij vertellen mij alles wat ik wil weten. Tenzij ik te ver ga. Dan duwen ze op een rode knop en dan stop ik jou. Hey Siri, wie is mijn gast deze week? Fien Germijns. Een bericht? Ja, ik heb juist een bericht gekregen, zag ik. Het is van uw redacteur, denk ik. Voilà, dus dat is eigenlijk gewoon keisaaie praktische info. Ja, nu zit ik al meteen in uw WhatsApp ook, natuurlijk. Ja, en ik ben heel trots op één bepaalde conversatie. Je moet even doorscrollen. Het is van gisteren. Eén bepaalde. We zijn aan het sturen met Dina Tersago. Dan moet ik kijken wat ik gestuurd heb. Mijn motor! Maar het eerste bericht dat jij gestuurd hebt naar haar ooit, is een otter. Ja, maar we waren al in een kleine conversatie op Instagram. Ja, en dat zij zal. Zei, dat zal. Vind het anders niet gemakkelijk dat we even gsm-nummers uitwisselen. Dus ik denk, dit is mijn kans. Maar je bent mega Dina Tersago-fan dan? Ik ben mega Dina Tersago-fan. Ja? Altijd al geweest. Van Boer zoekt vrouw? Of van... Helemaal niet, gewoon als persoon. Ik vind die bangelijk. Ja, ja. Dat is zo'n lieve. Soms denk ik, als iedereen een beetje meer zoals Dina Tersago was, dan was er heel veel opgelost in deze wereld. Maar, en dus, wacht, waarom een otter als meest gebruikte emoji? Omdat je daar zo wat lui ligt te drijven in het water. Dan denk ik, ja, dat vind ik soms ook. De otter. Ah ja. Wat ben ik? Dat is... Ja, dat moet je dan zo op je hoofd houden en dan kun je kiezen. Hè. Ofwel een liedje dat ze dan moeten neurien. Ofwel een bekende persoon. Okay, een party starter. Hier gaan we. Dus oh, muziekhits. Nee. Oh nee, jij zet ze broer, ik ben M&M. Dit is gedoemd. Ja, maar het is meestal zo wat M&M muziek. Ja? Ja. Oh, neurien, hè? Ah, neurien? Ja? Nee, dat ken ik al niet. Nee, doe maar weg. Oké. Okay. Ah. Oh, shit. The Eat My Fire. Ja, goed. Ja. Insane in the brain. Ja. We zijn een goed team. Umbrella? Hotel California? Ja, dat is al veel te laat. Oh. Hey, dat was nog goed. Ja? Je neuriet ook wel echt alsof je een beetje zo pijn aan de blinde darm hebt. Maar het lucht op, hè? Welcome to the Hotel California. Such a lovely place. Random woorden. Ja, dat is als mijn inspiratie op is. Ja. Dus als jij nu wilt voor een gespreksonderwerp. Oké, en nu een nieuw random woord. Hier gaan we. Oh. Middenvelder. En daar zouden wij zomaar een gesprek over kunnen beginnen. Welke middenvelder is jouw favoriet? Oh! Welke niet? Ja. Die van Club Brugge, hè? Oh. Wat een middenvelder, joh. Amai. Zeg maar, jij blijft gaan. Ja, wel, maar je hebt zoveel openstaan, jongen. Jo. Ik vind het zot. Is er nog iets zots? Eén zwanborst. Waarom zoekt jij zo rare dingen op? Waarom heb jij gezocht naar één zwanborst? Oh nee, ik weet het. Mijn teen was gebroken en die leek op een dik zwanworstje. En ik wou dat dan vergelijken, maar ik vond geen foto van gewoon zo stripped version één zwanworstje. Ah, oh, zo jammer. Dus iemand moet dringend een stokfoto maken van één zwanworst. Hallo, maak je stokfoto's. Wil je me dan één van één worst doorsturen? Hier gaan heel veel foute dingen op terugkomen. Dit is nu Fien Germijns die vraagt om worsten door te sturen. Stokfoto. Nee. Stokfoto. Een foto van de stok. Van worst. Okay. Zeg, ik kon dat hier zelf afbreken. Is dat gewoon kei saai. Je zou nog 7 jaar kunnen doorgaan. Zo rare dingen op. Oké. Okay. Ik heb het gedaan. Ik heb op de knop. Ja, ik ben weg. Ja. Hier, foto's. Goeie app. Mm-hmm. Oh, dat ben ik. Zijn jij dan? Ja, dat ben ik verkleed als pinguïn. Amai, dat is heel goed. Ik ga nu zoeken, als ik mag, of ik nog verkleedachtige foto's heb. Maar dat... Amai, zou Kom ik aan, dat... Kom aan, hè. Mijn... You got this. Is hem al? Ja!
Dat is prachtig. Dat is goed, hè? Dat is heel goed. Ja. Ik ben eens op weekend geweest met vrienden en dan zijn we zo jaren 80 gegaan. Dus hier zijn wij. Met aspirins. Heel goed. Dank u. Wat is volgens u een goeie om de podcast mee af te sluiten met zo qua muzikale noot? Het mag echt alles zijn. Alles wat jij denkt. Ik ga hem wel blijven vasthouden. Ah, oké, okay, dat is goed. Echt waar. Je hebt hem? Ik denk dat dat een van mijn lievelingsnummers aller tijden is. Ramen naar beneden. Meezingen. En zien dat de chauffeurs naast u ook mee zijn. Life is a mystery. Ik kan niet meezingen. Wat? Ja, maar jij moet ook... Zal ik u nog snel bedankt zeggen voor mee te doen in de podcast? Is dat dan goed dat ik zeg hartstikke graag gedaan? Ja, heel goed. Oké, tot de volgende. Hij komt, hè? Ja. Oh.